Dit is een nieuw setje oortjes van Jaybird, de Jaybird X2. Ik heb deze gekocht in China en ze waren 60 euro. Ik zal de link in de beschrijving zetten. En volgens mij zijn ze origineel. Dus ik dacht, weet je wat, hier gaan we toch maar eens even een mooie unboxing maken. Het eerste waar ik echt van hou, dat is dit magneetje. Ik meen wel oprecht dat ik het belangrijk vind dat bedrijven een mooie verpakking maken. Want dat voelt altijd goed. En dan heb je ook al direct het idee dat je je geld goed uitgegeven hebt. Laten we maar eens gaan kijken. Deze oortjes die waren dus zoals al gezegd 60 euro. Ik was van plan om op te bellen naar de Jaybird helpdesk om te vragen of deze oortjes echt waren. Maar wat dus bleek is dat de Amerikaanse Jaybird helpdesk met de chatafdeling niet bereikbaar was vandaag. En als je dan belt naar de Nederlandse afdeling, dan kom je gewoon uit op de Logitech-lijn. En die was ook niet open vandaag op zaterdag. Dus dat is een beetje stom. Hier hebben we de oortjes met een best vet hoesje erbij. Dus laten we maar eens gaan kijken. Ik ben heel erg benieuwd. In Nederland kosten deze oortjes zo'n 180 euro. En dat is oprecht echt veel geld om even uit te geven aan oortjes. Zoals jullie natuurlijk mogen verwachten, komt er gewoon een volledige review aan. En daarna ga ik dus zeggen of deze oortjes 60 euro waard zijn. En of ze 180 euro waard zijn. De link naar de Chinese website, zoals al verteld, staat in de beschrijving. Het heet Geek en ik ben er persoonlijk wel over te spreken. Dus dan hebben we hier nogmaals het doosje, de oortjes. En wat we dan dus nog nodig hebben, dat zijn de tipjes. En die zitten waarschijnlijk hier onderin. Je krijgt een aantal verschillende vormen tipjes bij deze oortjes. Laten we eens gaan kijken, dit is wel vet. Dus je hebt small, medium, large, small, medium, large. En je hebt siliconen tipjes. En je hebt ook nog foam tipjes. En ik heb persoonlijk nog nooit foam tipjes gebruikt, dus daarna ben ik heel erg benieuwd. Laten we eens gaan kijken of we dit open kunnen schuiven of hoe we ze eruit gaan krijgen. Ik denk dat mijn oren redelijk medium zijn qua formaat. Maar dat zullen we natuurlijk wel zien. Dat is 1. En dat is 2. We hebben de vleugeltjes, dus dat is vet. En dit had ik persoonlijk niet verwacht. Een oplaadkabel en dat is gewoon vet. Dus laten we eens verder kijken. Dit ding. En ik heb al een idee waarvoor het is trouwens. Nog een aantal van die dingetjes. En dan natuurlijk de vleugeltjes zelf. Als je wil weten waarvoor dit is, dan moet je natuurlijk de volledige review kijken. Zo zien de oortjes dus eruit met de medium vleugeltjes en de medium dopjes. Ik ben echt heel benieuwd. Dus snel verbinden en zoals al beloofd een luistertest. De oortjes die zeggen nu power on, dus we gaan eens even kijken naar de Bluetooth instellingen. Bluetooth. En we zouden de handleiding kunnen lezen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want daar zijn we te goed voor hier bij AirTag. Power on. Pairing. Dus het trucje is oortje lang gedrukt inhouden en dan krijg je te horen pairing. Dus dat gaan we maar eens eventjes doen. Dus de conclusie, deze oortjes hebben wat minder bas dan met de Rotron X. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik het nu nog niet super goed kan horen in deze eerste test. Dus kijk natuurlijk voor naar de volledige review. En om dat te doen moet je even klikken op die abonneerknop. En klik ook even op die like knop om te laten weten wat je vindt van unboxingen en zo. Dat was voor deze video mensen, tot in de volgende.